Welkom hier in de VIP-kantine van KSV Oudenaarde, waar we het nog eventjes gaan hebben over de wedstrijd tussen KSV Oudenaarde en Racing Gent, Koninklijk Racing Gent ook, gewonnen door de bezoekers met 1-2. We gaan natuurlijk met beide trainers, met Stefan Leleu en bezoekentrainer Jannes Tant. Jannes, dikke proficiat. Ik denk dat je vandaag ook geschiedenis geschreven hebt. Want als ik me niet vergis, moet het zowat een halve eeuw geleden zijn dat Racing Gent, het standnummer 11, nog eens kwam binnen op Oudenaarde. Mogen wij uw wedstrijd analyseren? Ik vond het een heel mooie wedstrijd. Twee voetballende teams. Voor tweede amateur vond ik het echt een topniveau vandaag. Zeker de eerste helft. Heel goede voetbal. Twee ploegen die van achteruit willen voetballen, die druk zetten. Heel veel intensiteit. Heel zwaar veld. Tweede helft was het niveau ietsje minder aan beide kanten, vond ik. Maar desondanks was er veel strijd aan beide kanten. Met een dubbeltje op zijn kant. Kansen aan de kant van Oudenaarde. Kansen aan onze kant in de omschakeling. En dan moet je het ook geluk hebben. Vorige week hebben we het geluk niet gehad. Verliezen we twee punten in de 95e minuut. En vandaag trekken we het overboord en overleven we, want het was een storm op het laatste. We konden ook nog de 1-3 op de omschakelingen hebben gescoord. Doen we niet. Op het laatste is het nog een dubieuze fase. Penalty, geen penalty. Dat kan ik niet overoordelen. Ik denk dat mijn collega-coach altijd zal zeggen dat het penalty was. Dat is ook normaal. Ik kon het niet zien. Maar ik zeg het, soms heb je geluk en soms heb je ongeluk in het voetbal. En vandaag denk ik dat we geluk hebben. Alhoewel dat ik vind dat we het zeker niet gestolen hebben. Ik denk dat we goede voetbal gebracht hebben. Dat heeft Oudenaarde ook gedaan. Het is een ploeg die laat voetballen, die wil voetballen. En dat is voor ons ook leuk. Dan zie je ook dat je ruimte creëert, dat je ruimte krijgt. En dan zie je het kwaliteit naar boven drijven van beide partijen. En onze jongens hebben het heel goed gedaan. En ik ben terecht fier op mijn jongens. Want op Oudenaarde komen winnen. Ik denk niet dat veel ploegen dit seizoen dat zullen doen. Dat denk ik ook. We gaan eventjes een mening vragen aan Stefan. Stefan, uw wedstrijdanalyse graag. Ja. Zoals mijn collega zegt, twee voetballende ploegen. Wij hebben geprobeerd en Racing Gent had een goed plannetje klaar. Ze zetten hoog druk in het begin en we kwamen er moeilijk al voetballend uit. Maar ik denk dat we over de wedstrijd gezien de meeste doelkansen gehad hebben. We hebben wat pech gehad. Twee keer lat, eerste helft, doelpaal en lat, tweede helft. Oké, zij konden op de counter de derde maken, maar doen het niet. Ik denk niet onze keeper goede reddingen moeten doen. Heeft een paar keer moeten tussenkomen om net die doelkans te onderscheppen. Maar voor de rest denk ik dat wij daar dan met de doelkansen iets te weinig gedaan hebben. Ik zie de fase met Christophe, goede voorzet van Jochen, dacht ik, die op de lat komt. En dan de dubieuze fase op het einde. Ja, sowieso is het altijd penalty. Mocht nog bezoekend trainer zijn of huistrainer. De scheids zegt, ja, je zoekt de man op. Tuurlijk zoekt hij de man op. Als hij dan ver wordt geduwd, is er maar één conclusie. Dan moet je fluiten. Oké, stafschop zit er nog niet natuurlijk. Maar oké, het was een goede wedstrijd. Twee ploegen, denk ik, die gaan bovenaan eindigen. En dat is een dubbel op zijn kant. En wij hebben nu de smaak van het verlies te pakken nu. En dat is zuur natuurlijk. Maar op naar volgende week. Hè. Ja, zeer belangrijk. Ik zie op het wedstrijdblad vandaag bij Gent, Racing Gent heen. Philippe Joos ging ik zeggen. Makim Joos en ook geen broertjes Ertürk. Ziek of afwezig, gekwetst, tactisch? Ja, ik maak keuzes in mijn selectie. En de ene week is die X erbij, de andere week is Y erbij. Dus wij zijn intern goed bezig met onze doorstroming van onze jeugd. Je ziet dat ook aan het wedstrijdblad, wat bij Oudenaarde trouwens ook het geval is, heb ik gezien. Dus heel veel jonge spelers. Ik denk dat heel veel ploegen in tweede en eerste amateur moeten denken aan doorstroming. Dat zal te goede zijn van het voetbal in tweede amateur en in eerste amateur. Heel veel ploegen zouden dat moeten doen. Wij doen dat zeker. We hebben een mooie strategie voor de komende jaren. En vandaag hebben we er terug jonge gasten mogen proeven van het eerste elftal. En dat is leuk. En bij ons in de racing moeten ze weten dat de ene week het alles kan zijn en de andere week niet. Ze moeten daarmee leren leven. En ook spelers die al meer ervaring hebben moeten dat kunnen. Jonge spelers moeten dat kunnen. Dus stap voor stap willen zo de jongere gasten speelkansen krijgen. En kijken als ze klaar zijn om eventueel een vaste waarde te kunnen worden in tweede amateur bij ons. Je hebt daar juist gezegd, winnen op Oudenaarde, het is niet elke ploeg gegeven. Mogen we zeggen dat Gent, ik had u rechtstreeks op de man vragen, titelkandidaat is?
We zijn 4 speeldagen ver. En jij gaat spreken over titelkandidaat. Ik wil maar zeggen, ik denk dat er veel ploegen titelkandidaat zijn. Enkel al alleen zal in de loop van het seizoen dat bepalen. Er komen zware wedstrijden aan, er komen schorsingen aan, er komen blessures aan. Ik denk dat de ploeg met de grootste kern en de minste blessures en het meest geluk kampioen zal spelen. En ik denk dat er een ploeg of 5-6 in aanmerking komt. Is Gent daarbij? Ja. Dat denken wij ook, na de wedstrijd van vandaag. Stefan, geen man overboord, denk ik, na deze nederlaag. Op naar volgende week. Ja, nee. Er zijn allemaal leuke wedstrijden. Volgende week is het op Dikkevennen. Dat wordt weer geen gemakkelijke wedstrijd. Er zal waarschijnlijk iets minder voetbal zijn en iets meer strijd zijn. Maar dat moeten we ook aankunnen. En dan hebben we Wetteren. Het zijn allemaal derbies van tegenwoordig. Maar het zijn leuke wedstrijden. En er is zeker geen man overboord. Wij zoeken naar onze 5-9. Oké, we weten wat er ons te doen staat. Volgende week is de punten pakken op Dikkevennen. Kun je eventjes een update geven van de gekwetste spelers bij Oudenaarde? Ik denk aan Matthias, Jaan. Ik weet niet. Jaan zal operatie moeten ondergaan. Dat zal 3 tot 4 maanden oud zijn. Matthias zou volgende week moeten kunnen starten met de A-kern terug. En dan hebben we Milan Dinamazi wel terug een goede week moet maken en klaar zijn om een selectie te verdienen. En dan denk ik dat we nu voorlopig zonder blessureproblemen hebben. Enkel Jan, die een tijdje zal uit zijn. Dus ja, de Engelse week gaf 7-9. Dus eigenlijk hadden we beter verder gedaan met onze Engelse weken. Hè. Dus, Jannes, tegen wie spelen jullie volgende week? Wij spelen volgende week thuis tegen Ninoven. En dan hebben we naar Sparta Petegem. Dus we hadden een drieluik. We hebben dat ook besproken in de groep. Als je die drieluik goed doorkomt, dan ga je zeker meespelen. Maar vandaag is de grote stap gezet, de eerste stap. Maar we zijn er niet. We hebben 3 op puntjes nu bij, wat goed is. Volgende week kan het terug anders zijn. Het is een reeks waar iedereen, zoals mijn collega zegt, iedereen kan van iedere week iedereen winnen. De ene week is het hard bikkelen. We hebben dat gezien tegen Dikkelvennen. Dan is het hard bikkelen, is het strijd. Als het op kleinere velden is, waar er veel meer strijd is, hebben wij het dan ietsje moeilijker. Als het op grotere velden is, waar gevoetbald kan worden en waar meer ruimte is, zijn we dan ietsje beter. Dus dat moeten we ook leren met Racing. Niet alleen voetballende oplossing, maar ook in de kracht en in de duel kunnen spelen. En dat moeten we ontwikkelen. En als je dat kan, dan kan je meespelen voor de titel. Dus dat moeten we ook nog leren. En, ik ben blij van vandaag dat we 3 punten gepakt hebben. We kunnen terug een rustige week aan. Maar vanaf dinsdag is terug de focus op Ninoven. Wat ook weer een moeilijke tegenstander zal zijn. Maar ze zijn zo allemaal. Dus, Nuchter blijven en keihard verder werken alle twee. Heren, ik dank jullie voor deze babbel. Ik zou zeggen, drink nog allemaal nog een pintje. Niet van mij, maar... Ik ben al vergeten mijn collega Proficiat te zeggen. Hè. Daar moest mee gestart zijn. Leuke wedstrijd, leuke avond. Spijtig genoeg verliezen wij hier, maar mooie voetbal gezien. Inderdaad. Zeker geen slechte wedstrijd.